Hey, ik ga voor één dag anders omleven. We beginnen de dag met de dingen die je 's avonds normaal gesproken doet. Zoals lekker biertjes drinken en lekker met je hand in je broek. En we eindigen de dag met de dingen die je 's ochtends normaal gesproken doet. Zoals ontbijten en zo. Ja, deze dag was echt enorm vaag. Maar wel heel erg leuk. Vergeet niet te abonneren en klikken op dat duimpje omhoog op naar de 750k. We zitten nog steeds niet op de 750.000. Schiet even op, daar word ik echt helemaal gek van. Jeroen kan hier elk moment zijn en ik ga het samen met hem doen. Ik zit even te denken, ik mag natuurlijk geen ontbijt hebben. Ik moet natuurlijk compleet andersom leven, dus wat eet ik 's avonds? Laten we daarmee beginnen. Ik eet 's avonds eigenlijk niks. Ik wacht even tot Jeroen hier is en dan gaan we zien wat de plannen zijn. Laat ik in ieder geval langzaam uit bed gaan. Jeroen is hier eindelijk en we hebben bijna nog niet ontbeten. Ik heb echt enorm veel honger. Maar we gaan natuurlijk doen wat we 's avonds zouden doen. En wat doe jij 's avonds, Jeroen? Aftrekken. Nou, oké. Ik begin wel alvast. Ik doe mijn broek uit. Nee. Jij ook? Nee, oké. Oh, wacht, mag je weer dit? Nee, maar ik doe het 's ochtends altijd. Echt? Ik doe het 's ochtends, dus ik mag dat vanavond doen. Er is niks beters voor het slaaparm. Een quick wank? Een quickie wank. Ja, wat ik dus 's avonds meestal doe, en dat zeg ik heel eerlijk, ik pak er vaak een whiskytje bij. Echt bijna elke avond pak ik wel een klein glaasje whisky. Lekker voor het slapen gaan. Even lekker tot rust komen. Ik heb hier best wel zin in. Ja, want eet jij 's avonds iets of niet? 's Avonds? Ja. Ja, dan worden meestal de zakjes chips gepakt. Zo, mijn inbreng, wat ik altijd 's avonds neem, is whisky. Jeroen die eet zijn chippy, dus ga je gang. Het is ochtend, we gaan nu toch en whisky het is nog drinken. Ochtend en we hebben enorm veel honger. Au. En kijk, dit vind ik nou wel weer leuk. Dit is wel een beetje chill. Want ik heb namelijk een nieuwe fles whisky gekocht. En dit is Belvenie 16 Years. Voor de mensen die hem kennen, dit is behoorlijk dure whisky. Hij is tegen de €100 aan. Ik heb hem nog dicht. Hij is nog gesield. Dus ik wilde hem voor een speciaal moment bewaren. En nou, wat is nou beter dan op een willekeurige woensdagochtend. Zo, wat een kurk ook. Nou, daar komt hij hoor. Dus Jeroen, ik schenk een klein beetje in. Een heerlijk whiskytje voor het slapen gaan. Of nu bij het ontwaken. Dat is geen kleine whisky. Ja, ik echt een beetje. Jeroen, ik zou zeggen proost. Salantje. Oh, gast, ga eens ruiken. Ik heb net al geroken. Deze smaakt echt naar soft ijs vergeleken met Lagavulin. Ja, deze smaakt echt naar soft ijs. Dit is een hele goeie. Hij is lekker, hoe heet het? Subtiel. Het is echt een subtiele whisky. En je proeft ook echt de smaak van het vat. Joh. Echt zoveel oaky. Oakiness. Nou, we gaan even lekker die whisky opmaken. Ik ga hem ook echt opmaken, want dit is echt één zo'n slokje is gelijk iets van €2 of zo, €3. En daarna gaan we even genieten van een chippy. Nou, daar heb ik ook wel zin in de ochtend. Ik ga nu geen chips aanraken, want dan verpest ik de hele smaak van die whisky. Wat gaan we hierna doen? Want dit was dus de avond slash de nacht. En wat, ja, avondeten. Nee, maar wat doe je voor, na het avondeten? Na het avondeten ga ik hierna moeten we eigenlijk een bakje koffie drinken. Of tenminste, ik koffie. Neem na het avondeten. Ja, na het, avondeten altijd bakje koffie. Peukje erbij. Peukje, sigaretje erbij. Daarna doen we het avondeten dus. Zo, mijn whisky is inmiddels op. Die van Jeroen, die staat nog. Dus Jeroen, ik zou zeggen, drink hem lekker op. Ik pak een sipje erbij. Heerlijk man, in de ochtend. Zo, we wilden al bijna de koffie pakken die we vaak na het eten nemen. Maar toen ineens kwam we op het idee, Jeroen, jij doet wel eens een gokje. Hoezo? Jij doet ook een gokje. Ik doe ook wel eens een gokje. Ja. Wij zitten wel eens te gokken, dat doen wij soms. 'S Avonds, heel soms, lekker gezellig. Ik ga even €100 op een goksite gooien. En dan gaan we even een spinnetje doen. Zo, ik heb €125 erop gezet. Je ziet het hier, 125. Dus we gaan even lekker spelen. Weet je wat, ik zet gelijk even €5 op rood, even. Rood, en rood. Oké, we beginnen met 10. Ik heb dus 125 rood 7, €5 op rood 7, waarom go? Rood 7! Nee! Hij gaat op rood 7. Als hij nu op rood 7 valt, dan ben ik echt te janken. Oké, dus even, iets van 18, rood 18 zou top zijn. Hebben we een tientje, dan hebben we gewoon een tientje. 36. Prima. 36? Even en rood. Woehoe! Tik hem aan. Dan moet je niet een disclaimer voor. Gok niet, gok is 18 plus en is illegaal en moet je met niet. Niet gokken. Weet je wat, ik vond deze leuk. Ik repeat hem en ik doe hem een keer 2. Oké. Dubbelen hem. Ik word nu wel even €5. Ja, oké, voor deze keer €5. Dit is weggegooid geld op één getal. Als hij nu op 7 valt, dan heb ik dus... 180. Dan heb ik 36 keer 5. 180? 180. €180. Zo gaat onze avond altijd. Ja! Rood! Hij zet ze om even, wat is rood? Je hebt geld. Ja, maar ik heb verlies. Ik had €5 verlies. Kan je doen? You lose some. Ik weet iets leuks. Weet je wat? Dit doe ik heel vaak, dan klik ik gewoon wat aan. Serieus, dit werkt 50 centjes. Dit zijn 50 centjes, dus maak je geen zorgen. Zo, meer en dubbel.
Dit is 22 euro, Adam. 22 euro inzet. Je hebt niet zoveel aangekleed. Ik heb niet veel aangekleed, maar al... Kijk die 8. Of en hier de 17. 8 en waarom 17. Waarom heb ik zoveel op de 17? 8 en 17 zijn beefy. En 29, 28 ook. 17. Oh, naast de 17! Nee. Naast de 17. Nee, ik ben al mijn geld kwijt. Dit is zo pijnlijk. Hij staat naast die 17. Gast, dan won je echt 200 euro of zo. Oh, meen je. Ik ben mijn geld kwijt. Oké. Ik wil nog even een mooi afronden tot 100. En dan doen we zo meteen de eindklapper, jongens. Dit is hoe je iedere dag huilend naar bed gaat. Zo, bed closing. Hoppakee. Wat een spanning, wat een spanning. Ja, dit is hoe het leven van een YouTuber gaat. De gok alleen maar. Kom op. Wat komt er? 0, please. 0. Nee! 15 is helemaal niks. Ja, rot op, man. 54. Oké, de eindklapper. Ik ben helemaal klaar mee. Ik voel vandaag... Nou, ik heb met deze video verlies, dus dat is rood. Nee, niet rood, dus wat? Nee, oké, doe maar wat je zelf wil. Ik zeg niks. Hou je bek. Ik ga niks zeggen. Hou je bek. Ik hou mijn bek. 104 euro op rood! Oké. YouTube money, please. YouTube money, geef me iets. Kom op. YouTube money, geef me even 100 euro. Dan heb ik wel een leuke dag tenminste. En hierna cash ik hem uit. Rood. Hierna cash ik hem uit. Rood. Nee! Ik ben het kwijt. Gok nooit. Je gooit geld weg. Nou jongens, ik ben mijn geld verloren. 125 euro. Dus abonneer op mijn kanaal. Want dan verdien ik misschien nog een klein beetje terug. Maar Jeroen gaat het ook proberen. Jullie snappen hier waarschijnlijk niks van. Ik snap hier ook niks van. Het kost 25,80. En je ziet wel uiteindelijk hoeveel ik win. Maar ga je nu lekker of niet? Ja, weet ik niet. Hij is nog een beetje aan het opwarmen. Weet ik veel. Hij is nog aan het opwarmen. Ah, dit is de laatste pit, please. Oké, goed zo. Nee, hier. Kijk, katje op de keer 15. Keer 3. Boom. Dus keer 45 al. Ik vind het scam. Je weet niet hoe dit manier. Nee, klopt, is het ook. Hoe werkt die machine? Ja, het is geprogrammeerd om je geld te stelen. Hier. Oh nee, het is nog niet voorbij. We zitten er nog in. Het is geprogrammeerd. Oh, yeah. Oh, weer een katje dan. Dus heel goed. Yo. We hebben nu winst. Alles. Ja? Ja, vanaf dit punt is het allemaal winst. Niet doodgaan nu. Ga door. Nee, dit is de laatste spin als we nu. Nee, hij is gestopt. Gewoon precies breken hier. Wat saai. Dat meen je. Wat ongelooflijk saai. Kijk, 120. Ja, 120 keer 20 cent. Hier, is... kijk. 1,80 euro verlies. Je hebt zelfs verlies. 1. Nou, Jeroen is bijna zijn geld kwijt. We gaan blackjacken. We gaan alles gewoon inzetten op de blackjack tafel. Ja, gooi alles erop. Hier, boom. Alles op het middenarm. We kunnen nu niet verdubbelen. Dus dit zo. Ja. Als ik nu een 11 krijg, dan dat is slecht. Dan wil je verdubbelen. Tuurlijk wel. 16 euro zelfs. Ja, dat is goed plaatje. Ja, nice. Het plaatje tegen mijn 4 is heel goed. Aas. Een plaatje. Aas. Woe, dat is heel. Hey jongen, hit. Gewoon hitten. Tuurlijk niet, jongen. Gek. Tegen een 4. Ja, tuurlijk. Gewoon doen. Nee, 4 is een lekker nummertje. Moet je gewoon tegenstellen. Nou, Jeremy. Jeremy is gebust. Laat me even zien. Lekker Jeremy. Oeh, lekker Jeremy. Als ik die 6 had. Oei. Nu stopt hij. Saai. Nee! We zijn met z'n 200. 155 euro. Oké, nou wij gaan misschien nog even verder gokken. Nee, dan is het zo meteen tijd voor het avondeten. Want de avond is voorbij nu en nu is het tijd voor het begin van de avond. En dat is het avondeten. Eerst koffie. Nou, eten. Dat is echt. Eerst koffie drinken. Gaan we even koffie drinken, dit is echt kloten. Het is tijd voor een goedkoop bakkie koffie. We hebben geen recht meer op dure koffie. Ik vind het jammer. Koffie drinken. Oké, de plannen veranderen, want wij wilden waarschijnlijk naar de Mac toe gaan. Alleen krijg ik nu net een pakketje binnen. Kijk eens even wat we binnen hebben gekregen. Een skottelbraai, oftewel zo'n soort van barbecue op zo'n tripod. Dus Jeroen, het is tijd om culinair te gaan leven. Wij gaan dit ding in elkaar zetten. Dan halen we een lekker biefstukje en dan gaan we gewoon koken. Alleen er is één nadeel. We doen dus vandaag alles andersom. Dus eigenlijk moeten we eerst eten en daarna mogen we pas koken. Oh, nee, maar dat werkt niet. Nee, zo werkt het niet, jongens. Dan braken we rauw vlees uit. En dan gaan we dat bakken. Ja. Wij gaan de barbecue in mijn cassette. Ik heb een zomers outfitje aangetrokken. En ik zie nu pas hoe groen mijn tegels zijn. Ik moet ze echt even een keer wassen. Hey Jeroen, wil jij dat even doen? Hey. Oké. Het moment van de waarheid. We draaien de gasfles open. Ik hoop dat we alles goed hebben gedaan. Anders hebben we een mega explosie. Die gaat open. Hier gaan we. Pap! Vuur. Vuur. Ik ruik vies. Uit. Ik ruik gas. Ah! Misschien moet je er wel vuur bij houden. Nee, je moet hem een paar keer. Wacht, we kunnen wel even de dingen aftillen.
Ja. Is dat een vlam? We hebben een vlam, ik zie hem. Nou, we moeten nog vlees halen, waarom doe je het nu aan? Boom! Ja, gewoon even testen, hij doet het. Oké. Kan je doen? Biefstuk. Hell yeah! A few moments later. We zijn naar de winkel geweest hoor. Kijk eens even, lekkere dingetjes allemaal. We hebben een lekker stokbroodje. We hebben kipfiletjes die we zo gaan spiezen op van die stokjes. We hebben wat groentemixjes, dat boeit allemaal niks. Jeroen die gaat een mootje zalm nemen. Oh, lekker. En natuurlijk een overheerlijk stukje biefstuk. Oh. Ik vraag me trouwens af, op zo'n grill moet hier eigenlijk olie op? Dat weet ik niet. Volgens mij niet, want op een barbecue hoort geen olie. Hier denk ik ook niet. Het liep trouwens een klein beetje uit. Het is nu inmiddels al 4 uur 's middags. Dus eigenlijk zou een normaal mens nu sowieso barbecuen. Oh, mijn vingers worden vies. Oh, ik heb mijn handen niet gewassen en ik heb net gepoept. Er zit poepbacterie door mijn kip heen. Oh, wat ben je nou aan het doen? Hier, kijk, dit is sick. Nou, Jeroen, zal ik gelijk eerst de teringkip erop gooien? Die kip erop. Nou, we gaan wat stokjes maken, die gaan we erop pleuren. Stokbrood? Gaan we stokbrood chappen. Eindelijk, de barbecue staat aan. Heeft 2 uur geduurd, want we moesten de gasfles inleveren. De gasfles was namelijk leeg, dus we hebben nu gewoon een gloednieuwe. En dus ligt er 1 kippetje op. Nomi gooit er nog eentje op. Lekker bezig, Nomi. Hey Jeroen, we hebben vandaag eigenlijk nog niks gegeten, hè? Alleen wat chippies. Ja, klopt. Alleen wat chippies. Ik heb echt honger nu. Precies. Dus we gaan even lekker barbecuen. En pilsie erbij. We hebben meer alcohol dan eten vandaag. Dus een lekker pilsie. We got the beer. En de... Lekker hoor, hij is gaar ook. Is hij gaar? Hij is gewoon gaar. Oh. Hij is gewoon gaar. Oh. Mm. Het is tijd voor de biefstuk. En Jeroen, jij weet hoe je die moet kruiden. Laat eens even je zien. Je dieft er peper en zout overheen, dan ben je klaar. Gooi het er al overheen, voordat het op de barbecue gaat. Nee, maar het is belangrijk dat het gewoon lekker... Gaas, wat doe je? Hou je bek nou eens dicht, man. Nee, dit is goed. Lekker Jeroen, is dit goed? Je moet beide kanten doen, hè? Belangrijk. Nee, dat moet je... Nee. Waarom hou nou eens je mond dicht? Jij weet niet hoe lekker dit gaat worden. Oh, je moet hem altijd van je afleggen. Zo. Goed zo. Op een andere manier. Ik weet niet waarom, maar dat moet. Kijk hem gaan. Oeh. Oh, champignonnetjes erbij. Kijk eens even aan. Jeroen, zijn biefstuk is klaar. Oh. Maar hij moet nog wel wat langer. Hij moet nog net wel langer. Proef je die zout nog? Ik proef bijna geen zout. Hij is perfect. Nieuwe. Hij is perfect. Dit is wel echt gewoon hoe dit hoort. Dit is echt mooi. Dit is echt mooi vlees. Wat mooi. Oké, die barbecue is een beetje uitgelopen. Het is inmiddels al donker. Je ziet het pikken donker buiten. We hebben de lunch overgeslagen helaas, want die barbecue die hakte erin. Wat ik voor lunch heb gehad is 2 lekkere biertjes. En het is nu al 10 uur 's avonds, dus het is tijd voor ontbijt. En ik zit nog steeds bomvol van die barbecue, dus dit gaat niet leuk worden. Ik heb namelijk nog heel veel stokbrood lopen vreten zo net, tijdens de barbecue. En nu moet ik beginnen met mijn ontbijt. En wat neem ik altijd voor mijn ontbijt? Een lekker bakje koffie. Nou, chill. Lekker voor het slapen gaan, een bak koffie erin rammen. Dan lig ik de hele avond zo in bed, jongen. En ik neem een bak havermout. Dus laten we dat gelijk even pakken. Een beetje van dit. Ja hoor, komt ie maar. Lekker. Ik ga zo op bed. En ik ga koffie nemen. Nou, havermout. Lekker. Lekker ontbijten. Oh. Nou, Jeroen is trouwens naar huis gegaan. Gelijk naar de barbecue, hij was er helemaal klaar mee. Dus ik maak het nog even zelf af. Het was een leuke dag. We begonnen met de whisky, we eindigen met de havermout. En ik zie je al commenten. Ja, neem dan een slok van die koffie, zullen we zien wie er niet gaat slapen. Nou, dat ben ik. Ik ga hem serieus opdrinken, want sowieso krijg ik nooit superveel energie van koffie. Dus lekker boeien dat ik voor het slapen ga, lekker een bakje koffie naar binnen giet. Dit ga ik niet weer doen. Dat ga ik echt niet weer doen. Dit is echt een kloot idee. 'S Ochtends beginnen met alcohol en 's avonds eindigen met een gezond ontbijt. Hier is gewoon kots, joh. Allemaal kots. Gadverdamme. Bedankt voor het kijken. Dit was de dag. Ik ga zo op bed. Want als je de dag begint, dan kom je ook uit bed. En nu ga ik in bed. Ik snap er ook helemaal niks meer van. Die biertjes, die hakken erin. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Abonneer even op mijn kanaal. Want volgens mij zitten we al op die 750k. Ik weet het niet. Geen flauw idee. Als je daar nog niet op staat, abonneer. Doei!